Is dat nou een T-Rex? Zie ik nou een T-Rex? Zit er een T-Rex in deze... Ja. Kors-Earth, ja? Ja, hier is een T-Rex! Lol, ik kom eraan hoor. Moet alleen even... Hit! ...op adem komen. Hey kijkers, Michael Sturms! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe ARK! Ik ben vandaag niet alleen, maar vandaag samen met Giel. En wij gaan vandaag op zoek naar de enige echte mod die we nog moeten... Oh ja. Yeah, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er deels klaar voor, ja. Hé, hey, ga mijn mod niet jatten. Ja, het viel te proberen, het viel te proberen. We moeten één modje zoeken en vervolgens naar die bruine berg daarachter. Oh, leuk man. Ik zal even rondvliegen, kijken of ik eentje kan zien hier. Maar... Als jij wat kan vinden, ga ik hieronder nog eens een keer weer kijken in de dal. Ja, dan ga ik hierboven wel in, waar die laatste heen vloog. Pittig lastig. Ja, hij vloog daar naar boven inderdaad. Daar was een mot heen gegaan. Dat was de laatste keer. Helaas, binnenkaas hebben we die net niet kunnen capturen. Maar superleuk dat jullie weer kijken. Ik zou het zeer tof vinden als jullie weer op het duimpje omhoog zouden drukken. Dat zou echt superleuk zijn als jullie dat doen. En ondertussen gaan we verder op zoek naar spannende dingetjes. Ah, nee! Oh. Ik ben nog steeds overtuigd dat ik met een wolf rondrennen, dan spring ik gewoon van berg af en doet het me allemaal niet. Als ik dan nou even gewoon even wat minder doe, dan komt het allemaal wel goed. Jij, heb je al iets gevonden daarboven? Nee, maar mijn mot moet heel eventjes op adem komen. Want ja, een mot. Want ja, een mot. Ja, als ik gewoon met die mot zo naar die volgende dingen ga, dan weten we zeker dat het goed gaat komen. Even kijken hoor, hier wil ik even wel wat drinken uit drinken. Drink wassig. Hoppa, oké, ik heb wolfje van Eva gejat. Laat me even kijken of ik op zoek kan gaan naar ook een mot. Jij bent daarboven, hè? Ja. Oké, geef een gil als ik je wegsleur, moet je het even zeggen. Want ik ben weer naar de zijkant aan het rijden. Nee, ik ga nou kijken. Volgens mij zie ik wel een Thorny Dragon daar, maar voor de rest... Ja, maar die hoeven we nu niet. We moeten dat een weet mod. Ik. Een motje, een motje. Hier was het de vorige keer, dus hier moet toch ergens weer een mot zijn. Ik zie er een. Ja? Paniek! Waar moet ik heen? De heuvel op, links van die grote steen. Maar hier zitten allemaal slangen en stuff en draken. Ren ik goed nu? 400... Die staat bij mij stil. Ja, ik ben echt aan het rennen, geloof me. Ja, die grote steen, weet je wel, waar wij laatst... Oh, ik zie hier. Kijk. Waar moet ik heen dan? Hier bij vliegen hier? Ja? Ja? Hier links, hier verder. Maar ik moet oppassen, want het is die slangen en alles hier beneden. Oh, prima, die schiet ik wel even neer. Oké, je kan me zien, hè? Hier is het. Ben ik goed nu? Ja, gewoon doorlopen. Hier? Waar ik nu ben? Nee, ja, gewoon doorlopen. Kijk, hier vliegt hij al. Oh, ik zie hier? Hem, ik zie hem. Oh, dat is diegene die ik had! Ja, volgens mij wel. Raak hem niet uit het oog! Ja, ik val al naar onder omdat mijn ding moe is. Maar... Waar is die heen? Dus weg terug, richting onze base. No. Oh, hij vliegt hier. Vliegt ernaast. Achter. Oh hier. Ja, ik zie hem. Oké, wachten. Wacht, ik stap af. Even een pijltje laden. Pijlen. Oké, klaar. Wachten. 3, 2, 1, go! Ja, oké. Okay. Oh nee, hij is dood! Dan moeten we wachten. Oh. Die dingen kunnen helemaal niks hebben in het begin. Oh. Pas op, hè. Hier. Oh, kijk eens onze vriend. Oh. Gewoon, je staat in de lucht. Zo, hij gooit gewoon die stenen door de lucht hier. Ik zie je. Pew, ik schiet in zijn kont. Hé, Mattie. Oh, er is nog wel ergens eentje bij. Joe. Doei. Oh, chips, ik zit vast. Ga weg, Wolf. Wolf, ga weg. Ik heb mijn mot teruggepakt. Oeh. Oeh, mijn wolf zat vast. Ja, hij is best wel op weg nou. Ja, ik ben nu al redelijk. Ja, als het goed is, kwam het daar ook weer in een steentje. Kijk, even misschien hier in het dal. Links van. Ja, ik ren nu hier ook. Zie je mij? Niet meer, maar ik heb al. Jawel, je kan me toch vinden? Ja, niet altijd. Af en toe. Oh, nice. Ik weet niet hoe het werkt. Misschien binnen 200 meter of zo. Is dat nou een T-Rex? Zie ik nou een T-Rex? Zit er een T-Rex in deze. Ja. Kors-Earth, ja? Ja, hier is een T-Rex! Lol, ik kom eraan hoor. Moet alleen even... Hit! ...op adem komen. Mis! Kun je hem al aan? Weet ik veel. Hit! Wow, hij is wel echt vet cool groen! Hit! Ik kom eraan. Op je hoofd, jongen! Hit! Op zijn neus! Is hij al gedamaged qua bloed? Yup. Nee. Oh, T-Rexie. Ja, hij is neer! Woehoe! Bij onze bezen, wat? Ik heb een T-Rex! Ik heb een T-Rex! Ik kan je niet zien. Oh jawel, nou wel. Kom op, T-Rex! 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 Woehoe! Hij is zo'n gek beest die gekild. Als ik die nou even gewoon neerknuppel. Ik geef wat vlees aan mijn T-Rex. Ik zie een mot! Nou, vang hem dan!
Ja, ga ik nou heen. Hij is best wel ver weg, maar hij is in het dal terug richting onze base. Echt? Ja. Oké, in de achteruit. Als je er twee zelfs. Mijn mot moet even op adem komen. En de T-Rex, moet ik die hier laten voor wat het is? Tijdelijk? Ja, we weten dat hij daar geen spawn is. Dat komt goed. Hé, ik heb een dodo hier. Ren ik nu terug naar jou dan? Naar die mot? Ja, gewoon richting de base waar hij vandaan kwam. Oké, ik kom eraan. Ik zie er een paar raptors neer. Oh, ik heb hier zo'n lizard geval. Hé, ik word beschoten. Beschoten? Ja, door zo'n lizard. Oh. Wat moet hij hebben voor spul? Wat, een mot? Bessen? Nee, zo'n... Zo'n lizard geval. Wat moet hij hebben? Vlees? Een Forny Dragon, ja, vlees denk ik. Een Terrorbird ook? Ik ben hier gewoon allemaal beesten weer aan het temmen, joh. Hup. Ik sta naast de mot. Heb je hem neergeschoten? Nog niet, maar hij staat op de grond, dus ik doe lekker rustig aan. Zo. Oké, nou, ik heb hier liggen drie beesten te temmen. Oké, ijsplat. Nice! Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is een supermotje. Ons T-Rex ligt hier. Oh, hé, er is nog zo'n lizard geval. Nice. Oké, ik kan er nog één vangen voor Eva straks. Holy chips, wil je dat gewoon niet doen? Ik heb weer zo'n lizard getemd. Het is een draak, hè? Weet je dat je een draakei kan vinden? Dat je een draak kan maken? Echt? Ja, Joost vertelde mij dat. Lekker Joost. Maar voordat we zover zijn, moeten we eerst heel veel andere dingen doen, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. T-Rex hier is bijna klaar. Wow, wat valt mij aan? Wow, wat is dit voor struisvogel? Oh, wat is dit? Ga er zo snel mogelijk weg. Een vulture? Dat is een vogel, toch? Dit is een zo'n Ja, een aaski of zo. Hoe noem je dat? Ja. Maar hij is unconscious. Ik kan helemaal niks met hem doen. Ik kom eraan, hoor. Ja, ik heb hem nu neergestoken. Is hij dood? Ja, hier. Wow, ik zie in één keer een vette vogel achter me aanvliegen. Wat is dit nou weer dan? Holy frieten. Ik maak geen grap. Het is echt een dikke roofvogel dit, jongen. Dat ging bijna niet goed. Mijn mot werd gewoon aangevallen door een sabeltandtijger, joh. Oh, maar heb je wel getemd? Hij is nog aan het temmen, ja. Hij ligt daar, dus... Weet je zeker dat die beesten dat spul eten? Ja, maar in het begin hebben ze geen honger. Even kijken, hier ligt ook iets dan. Kijk of deze al aan het temmen is dan. Oh ja, je hebt gelijk, verrekt. Meneer Terrorbird, lijkt me niet handig als jij wakker gaat worden. Fiets. Besjes. Komt een keer zo'n vliegend beest om af, joh. Ja, wacht even 3 seconden. Remote. Wat ga je in één keer zo doen, joh? Die Terrorbird werd in één keer wakker. Ik was net niet op tijd. Nee. Heeft hij al mijn besties opgegeten? Oh, ik schrok me dood. Oh, dit beest is raar. Oh, dit is een raar beest. Hij kijkt echt zo naar me van... ik zie een motje daar vliegen. Ja, die is van mij, maar hij wordt achterna gezeten door een ander beest. Ga neer. Zonder dat je niet die mot... Kem. Oh, man. Er zijn hier toch een monsters, jongen. Wat doen we hier? Ik dacht echt dat dit gewoon rustig gebied was, ja, maar... We hebben een mot gevonden en we hebben een gevangenis, we moeten nou terug. Pas op, je staat een wolf. Laat me even kijken hoe het met T-Rexie is. T-Rexie! Heb je hem? Psst! Kom mee, T-Rexie, Mattie. Hij zit alleen vast. Oh, ik zie het, ja. Yeah! Gewoon als het ding aan het vliegen is en hij poept, dan landt het gewoon ergens op de grond. Wat, van die vogel? Ja. Kijk, wat vind je van mijn T-Rexie, Mattie? Netjes, wat vind je van mammotje? Ja, kom maar even, laten we naar onze base gaan. T-Rexie, ja. Kom. Voordat het nog veilig is. Komt T-Rexie of niet? Er staat wel een wolf op je pad, dus pas op. Oh. Ik weet niet of hier, komt. Terrorbeurtje! Ook nog. Ik ga even dat ding looten daar, ja? Ja, maar ik heb bijna alles hier gegrild. Kunnen we heel veel wachten hier op mijn dierenvrienden? Ja, ik wacht. Ik moet toch even op aankomen met mijn vol. Mijn dierenvriendjes. T-Rexie, kom. Een vliegende ding is wel grappig, hoor. Kijk, ik heb een Thorny Dragon heb ik ook. T-Rex heb ik. Heb je zoveel gevangen? Ja, kijk dan, hier. Woehoe! Go, boys! Deze kant uit. Die Thorny Dragon is echt langzaam, jongen. Maar wel sterk. Komt T-Rexie?
Deze okay. mee. Ja, deze is ook bijna klaar. Oh, kijk, deze is ook klaar. Nou, mag jij ook meekomen? Jongens, ik zit vast. Laat me er nou uit. Ik ben jullie machtige leider. Op een wolf. Ik ga vast naar de beest. Met ze. Ik heb net dat groene ding ook geloot. Giel, ik zit vast. Ik ben echt je hulp nodig. Ik kan niks. Ik zie je niet. Ben je bij de beest? Ah, ik ben eruit. Oh. Ben je bij de beest dan of zo? Komt die Rexie, terrorbeurtje? Nee, ik ben er bijna. Kom op, ga erop. Hoppa, oké, die zit. Jij gaat mee. Jij gaat mee. Oké, go boys! Actie! Oh, dit is echt een vette rescue team dit. Attack! Pak hem! Nu wolf! Aanvallen. Een wolf? Ja. Hij is al dood. Ik mis een van mijn draakjes. Horny dragon. Ja, kom. Deze kant uit. Hij komt niet! Oh, of toch wel. Of toch niet. Of toch wel. Oh, we hebben hier een dier staan die heet Hans. Wie is dat? Ik wil Hans de vogel. Giel, ben ik er bijna bij jou? Dat kan je niet zien nou. Dus ik heb geen idee of dat zo is. Oh, ik hoor een slang. Kom jongens, die kant uit. Ja, de motten zijn binnen, veilig. Ik weet niet waar ik heen moet, Giel. Ja, ik kan je niet zien, dus ik heb geen idee waar je bent. Hier. Hier. Oh, je bent er beneden. Je bent er voorbij. Go, boys! Kamp in zicht! Ik kan wel even een fles schieten. Nee, ik ben hier al. Zie je mij? Hier. Nee. Woehoe! Oh, daar komt die T-Rex. Woei! Een terrorbird. Kijk, en dan komen we ook... Kijk, daar heb je ze! Yo! Achter elkaar! Verschillende kleurtjes. Nice. Oké, zal ik ze even stilzetten? Allemaal eraf. Kijk, hier heb je mijn nieuwe aanwinst. Een mot nat? Een mot. Waarom ja, nat? Allemaal één pot nat. Eén mot nat. Ja, snap je het? Humor. Hé, hey, dat ding dat vliegt best oké. Okay. Ja, dat is die eerste voorbij. Dit is de nieuwe, laat maar zeggen. Oh, hier, je mag hem wel hebben hoor. Hier, ja, maakt mij niet uit. Neem hem maar hoor, als je zo graag... Ja, er zit nog geen zadel op. Moet een op. Ja, daarom, dus die hebben we nog niet. Maar we hebben een mot, we hebben een T-Rex en we hebben allemaal weer nieuwe dingen. Dat is allemaal goed nieuws. Lekker. Woe! Ben je er blij mee? Ja. Heel blij mee? Ja. Maar Eva moet zeddels maken, toch? Ja. Kijken. Ja, ik kan hem namelijk niet maken. Ik heb hem niet geleerd. Oh. Ah, nice. Ben wel blij. We hebben in ieder geval één dikke vette T-Rex. Hij is ook vet cool groen trouwens, ook moet ik het toegeven. Ja, klopt. En dan moeten we binnenkort naar die mountain toe. Waar ook alweer voor? Voor Iron of zo, toch? Nee, naar die mountain toe voor die... Nee, ja ook. Maar ook voor die betere vogels waar je op kan vliegen. Oh ja. Nee. Dat is daarachter, maar ja. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Ark Scorched Earth. Vond je het leuk? Druk wel even dik op het duimpje omhoog. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Ark. Zeg tegen mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!